dikke maand geleden heb ik een oproep geplaatst op Facebook omdat ik mensen zocht voor een zot mediaravontuur met een busje. Dat was deze oproep. Yay! Wow. Is goed genoeg. En we zijn vandaag begonnen met de 5 Days of Content. Om te gaan filmen, jeugdwerk te gaan filmen. Het concept is eigenlijk dat we 5 dagen met een busje op weg zijn om toffe dingen te doen en content te maken. Die 5 Days of Content, die gaan eigenlijk maar 4 Days of Content zijn, maar ik vind het dan wel grappig dat we die naam behouden. Dat was het een beetje. Oké, okay, we hebben er 2 die een coole video van het speelplein hier aan het maken zijn, van het speelplein Joepla. En we hebben er 3 die onze intro aan het maken zijn, want al onze video's hebben natuurlijk een keikoole intro nodig. Ze hebben hier een op kinderen gestrikt. Wie doet er allemaal mee als filmpje? Doe Tonkje, ik ben hier allemaal. Die we eigenlijk nu als onderbetaalde acteurs in onze intro laten meespelen. Heel gemakkelijk eigenlijk. Check. Terwijl al onze mediamakers media maken, vraagt je misschien af, ja, wat moet Anton dan terwijl doen? Op naar locatie 2. Wil je hem even filmen nu? Wacht, ik ga mezelf bijlichten. Zie ik mezelf? We zijn aangekomen op onze eerste slaapplaats. De kampplaats van Giro Leefdaal. Ik denk dat we vandaag al vrij kapot zijn. En vandaag hebben we maar 1 ding moeten filmen. En morgen moeten we 2 dingen filmen. Het gaat wel lukken. Tot morgen. Ciao. We hebben net redelijk stressy tegen de deadline gewerkt. Het is nu 12 uur. We moeten over 2 uur in Sinterklaas staan ten allerlaatste. En het is ongeveer 2 uur rijden. Dus van de ene kant van het land naar de andere kant van het land. Hè. Hoeveel filmpjes staan er al online? 2! Vinden we het nog leuk? Ja! Nee, rijmt daarop. Hoeveel filmpjes staan er al online? 2! Vinden we het nog leuk? Nee! Ik denk dat wij onze eerste klassieke roadtrip probleem hebben. We zijn verdwaald. We zijn verkeerd gereden. Anton is verkeerd gereden. Maar ik heb goed nieuws. Er komt iemand naar de kerk van Auchan en die hebben we wel al gevonden. En die gaat ons de weg wijzen. Oké. Okay. Of geslachtsorgaan van een olifant. Wat hebben we net gedaan? We hebben een nachtspel gefilmd. Wat is het grootste probleem dat we niet hadden voorzien met dat we hier zijn? Dat we hier geen stroom hebben. En geen stromend water. En... Is het goede soep? Ja. Okay. Alles is goed als je honger hebt. We hebben nu eindelijk een paar meer leden gevist om te kunnen interviewen. Zoals we allemaal aan het deden van, wat doe je hier? Mais nous sommes en marche dans la telecam déroulante. Telecam, c'est pas un mot français. Mais nous devons parler français ici.
zijn gelijk niet de enige die met een busje onderweg zijn. Check this. Het zijn hier gelijk Harry Potter fans, kijk. Dat zijn mijn wens die niet weg wil. Zijn we nu aan het filmen? Nee. Een kookshow. Ik heb daar heel veel honger van. En... Nu zijn we ook weer klaar. Dus dat betekent dat we naar onze volgende bestemming moeten met ons busje. Dat zal wel lukken zeker. Wacht. Deze is mis, hè. Take 2, want Laras was vergeten een kaartje in de drone te steken. Dankzij Laras hebben we nu een fantastische binnennacht gehad. We zijn bij Laras haar zus, mogen blijven slapen. En we zijn daar nu ook nog aan het monteren om onze laatste twee video's online te krijgen. Dus nu is het een cat video, dus dit is de clickbait thumbnail. Wordt... Au, oh, dat deed pijn. Onze laatste video van de week wordt op dit moment gepubliceerd. Het is gebeurd. Woehoe! Hoeveel video's hebben we gemaakt? Veel te veel. Wat vonden jullie ervan? Ja, savatjes, hè.